In deze uitzending van Dommel Sportland hebben we twee sporters. Eén sporter is bekend van volleybal, Max van der Weerde. Verder Leslie Verkuijlen, triatleet. Max, 16 jaar en al heel vroeg met volleyballen begonnen. Hoe kom je er eigenlijk zo toe om met volleyballen te beginnen? Eigenlijk doet de hele familie bij ons doet al volleybal. Mijn moeder speelde bij Van Tachtwijk. En mijn vader die was ook altijd met mijn moeder bij wedstrijden aanwezig en zo. Dus ik had eigenlijk niet heel veel keus. Ik was al van jongs af aan, van 3 jaar of zo, was ik bij de wedstrijden aanwezig. En dan meteen daarna wou ik al het veld opspringen om met mijn moeder, die al helemaal uitgeput was van de wedstrijd natuurlijk, met de bal bezig te zijn. Dus ja, ik vond het al van wat ik me kan herinneren al heel erg leuk. Dus ik wou meteen beginnen met trainen ook. Maar meestal zie je de jongens van die leeftijd naar het voetballen gaan. En daar had jij geen behoefte aan dus? Nee. Ja, alle jongens uit mijn klas die deden wel voetbal en hockey en zo. Maar omdat ik al heel lang met volleybal bezig was, was dat eigenlijk het enige wat mij aansprak, wat ik leuk vond. Nou ben jij op dit moment 1,90 meter lang. Ik wou zeggen klein, maar het is echt lang. 1,90 meter. Had er dat ook nog mee te maken? Want jij was toen natuurlijk ook al uit de kluiten gewassen. Ja, ik was toen wel de langste van de klas. Maar dat had er niet mee te maken dat ik met volleybal begon of verder ging. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Dat had echt niet met lengte te maken, nee. Toen hadden wij nog een vereniging Blue Smash in Bokstel. Daar ben je bij gegaan. Ja, toen was ik volgens mij 7 toen ik daar begon met trainen. Ook met mijn moeder, die was toen mijn trainster. En ik vond het al meteen heel erg leuk. Ondertussen heet dat Bloks. Ja. Heb je daar nog contacten mee? Heel weinig. Ik was laatst een opening van een nieuwe zaal. Daar ben ik wel naartoe gegaan. Gewoon om te kijken hoe het eruit zag en zo, maar in principe heb ik er niet echt veel meer mee te maken. Goed, nou ga je al op jonge leeftijd met volleyballen beginnen. Dat is natuurlijk al een hele opoffering. Wil jij bereiken wat je uiteindelijk bereikt hebt op dit moment? En waarschijnlijk nog meer bereikt. Maar hoeveel moet je dan trainen? Of wat heb je dan gedaan? Op dit moment train ik zo'n 5 uur per dag ongeveer. Maandag tot en met vrijdag. En op zaterdag trainen we ook nog 's ochtends en 's middags wedstrijden. Dus ja, reken maar uit. Dus meer dan 20 uur per week. Ja, maar je zit nu op Papendal. Ja. Vertel eens, daar woon je. Hoe gaat dat daar allemaal? Ik zit in mijn eigen kamer. Dan word je gewoon wakker. Ik trek mijn kleren aan, mijn sportkleren meteen. Ik ga ontbijten. Dan 2,5 uur training. Meteen mijn busje naar school. En dan van school weer trainen. En dan is het weer avond. En zo elke dag opnieuw. Dus eigenlijk is het alleen maar trainen en school. Ja, trainen en school. En die school is verplicht, neem ik aan. Ja. Wat voor school? En wanneer ga je eindexamens doen? Of wat ga je worden uiteindelijk, behalve volleyballen? Het is een topsporttalentschool. Of een loodschool. Die speciaal is gemaakt eigenlijk voor om met Papendal samen te werken. Voor de topsporters daar. Dus wij hebben hooguit 4 uur school per dag. Normale leerlingen hebben er 7, denk ik. En bijna alle topsporters, die doen gespreid examen. Dus dan bijvoorbeeld in HAVO 5, dan doen ze het ene jaar, hebben ze 3 vakken. En dan doen ze het andere jaar de andere 3. Maar ik probeer alles in 1 jaar te doen. Dus 7 vakken heb ik dan in 1 jaar. Met extra muziek erbij. En wanneer ga je eindexamen doen? Dit jaar. Dit jaar. En dat gaat lukken? Daar ga ik wel vanuit, ja. Triathlon, Leslie. Wat is dat voor een sport? Triathlon is een sport waarbij 3 onderdelen worden gedaan. Zwemmen, fietsen en dan hardlopen. Ja, je hebt verschillende afstanden. De hele afstand is 3,8 kilometer zwemmen, 180 fietsen. En dan de marathon, dus 42,2 kilometer lopen. Ik heb zelf eigenlijk altijd gevoetbald hier in Bokstel. Alleen door een blessure toen een jaar aan de kant gestaan. En vanuit na mijn operatie begonnen met fietsen als herstel. Dat vond ik eigenlijk heel leuk om te doen. Toen ben ik begonnen met
voetballen weer. Alleen helaas weer snel geblesseerd geraakt. Dus toen eigenlijk de keuze gemaakt om verder te gaan met fietsen. Nou, fietsen ging steeds beter. En ik heb een leraar gehad op mijn opleiding die triathlon deed. Die vertelde er altijd met zoveel enthousiasme over. En die was op zijn leeftijd gewoon nog zo fit. Dat wij er eigenlijk allemaal wel tegenop keken. Op onze leeftijd en nou ja, iemand van 50 die een stuk fitter was. Dat ik zoiets had van, nou, dat wil ik ook nog wel ooit een keer doen. Toen was het, denk ik, 3 jaar geleden op vakantie kwam ik een jongen tegen, een Engelse jongen. Die had een tatoeage van Iron Man op zijn kuit staan. En die zat ook weer zoveel enthousiasme te vertellen van, nou, dat was het mooiste wat hij ooit had gedaan, het zwaarste. En toen zei ik tegen mijn vriendin, zeg, nou, dat wil ik ook één keertje gedaan hebben. Dus toen, omdat ik al een beetje kon zwemmen vanuit mijn opleiding, vanuit sportopleiding, dacht van, nou, dan moet ik het lopen weer een beetje gaan oppakken. En dan ga ik me gewoon inschrijven en dan zie ik wel waar ik kom. Dus toen heb ik een jaartje de tijd gepakt om te gaan trainen voor een wedstrijd in Zwitserland, Ironman. En toen was de bedoeling 1 keer nooit meer. Maar toen is het eigenlijk zo goed bevallen dat ik weer verder ben gegaan. Ironman, wat heeft er mee te maken? Ja, het is eigenlijk Ironman, daar is het eigenlijk ontstaan. In Hawaii is triathlon ontstaan en die hebben de naam Ironman eraan gekoppeld. En het is tegenwoordig is het een organisatie die wereldwijd wedstrijden organiseert. Die hebben voornamelijk hele afstanden en er komen ook steeds meer halve afstanden die hun organiseren. Je moet voor zo'n sport, hè, wat je hebt ze net genoemd, 3 zware sporten, moet je ontzettend veel trainen lijkt me. Ja, als je de hele afstand wil doen wel, want dat kost natuurlijk, dan kost het heel veel tijd. Mensen die beginnen met een 1/8 of 1/4 triathlon, dan is het natuurlijk wat minder trainen. Maar ja, omdat het zo'n lange afstanden zijn, moet je ook gewoon heel veel uren maken, is het eigenlijk. Dus daar gaat wel heel wat tijd in zitten, ja. Hoe combineer je dat? Want dan ben je de hele week bijna aan het sporten. Ja, daar komt het af en toe wel inderdaad op neer. Ik werk gewoon fulltime. Dus ik probeer het zoveel mogelijk te combineren, zeg maar, naast mijn werk en natuurlijk met thuis ook afstemmen. Ik ga voordat ik ga werken, probeer ik te gaan zwemmen een aantal keren in de week. Dus 's ochtends vroeg het zwembad in. Na mijn werk, ik werk op een school, ja, of vanuit daar gaan lopen of snel naar huis en dan loopschoenen aan. En dan in de weekend meestal een lange training op de fiets van 5-6, soms 7 uur. En nog een keer in de avond minimaal 4 uur fietsen. Dus probeer het zo te combineren om toch ook nog thuis te zijn. En ook zoveel mogelijk uren proberen te sporten. Leraar, en wat geef je dan voor les? Ook sport neem ik aan. Ja, ik geef wel sport, ja. Dus het is niet dat ik op mijn werk ook veel aan sport doe. Ik geef les, maar ik ben wel veel met sport bezig, ja. Ja. Dus je bent eigenlijk de hele dag en avond met sport bezig? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Sta ik niet voor de klas sportles te geven, gymles te geven, dan ben ik veel zelf bezig. Ja. Nou heb ik een keer begrepen dat triathlon, als je aan een wedstrijd meegedaan hebt, dan heb je weken nodig om weer bij te komen, of dagen. Ja, het is inderdaad, kan verschillen inderdaad van dagen tot weken. Dat ligt ook een beetje aan de afstand en hoe zwaar de wedstrijd is. Meestal staat er wel voor een hele triathlon staat toch wel 3 weken echt herstel. En dat wil niet zeggen dat je helemaal niks doet, maar terwijl dat je alles op een heel laag pitje doet om je lichaam weer te laten herstellen. De wedstrijd die ik in de zomer had gedaan, ja, als voorbeeld, daar was ik bijna 4 kilo afgevallen op een dag. En dat is echt door het weer, door het vocht, maar ook eigenlijk heel je lichaam maak je kapot van binnen en van buiten. Dus, ja, maar is dit dan gezond? Nee, het is niet gezond om heel vaak te doen. Dus je ziet ook professionele atleten die doen 3 wedstrijden in het jaar, verspreid van januari tot oktober. Dus het is wel een sport die, het is een uitdaging om iedere keer te kunnen doen, maar je kan er niet heel veel doen, want je maakt er ook wel veel mee kapot. Dus daar heb je de herstel ook wel echt voor nodig. Je eten. Dat moet je natuurlijk ook aanpassen dan. Want je mag niet een buikje krijgen, neem ik aan. Nou, als je zoveel uren sport, dan zal dat ook niet heel snel gebeuren. Toen ik 2 jaar geleden begon, toen ben ik extra op mijn eten gaan letten. En toen ben ik eigenlijk te weinig gaan eten. Dus dan merk je al heel snel met het aantal uren dat je sport, dat je te veel afvalt. Nou, ik ben al nooit heel stevig geweest, dus toen werd het te.
Dus ik ben daarna eigenlijk gewoon, ja, ik probeer gewoon gezond te eten, maar wel een stuk meer dan voorheen. Dus pasta's en zo? Ja, ook veel pasta's. Maar eigenlijk gewoon vanaf 's ochtends gewoon om de paar uur probeer ik te eten. Nou heb jij natuurlijk een heel ander leven als veel van jouw leeftijdsgenoten. Disco, uitgaan, al die dingen. Vertel eens. Ja, ik ga heel weinig uit. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik daar niet zo heel erg van hou. Ik ging wel soms naar de kroeg. Vond ik wel leuk, maar ja, ik heb daar niet zo heel veel tijd voor. Want op vrijdagochtend en vrijdagmiddag moet je trainen. En om dan 's avonds ook nog voor de wedstrijd dan naar de kroeg te gaan of uit te gaan, dat zou ik sowieso niet doen. Dat is een heel slecht idee. Maar het is toch wel een zwaar leven, denk ik. Nou, op zich valt het wel mee, want je lichaam went eraan. En ik ben eigenlijk al een jaar of 5 bezig om dat op te bouwen met steeds meer trainen in de week. Dus dan begin je bij bloks. 1 keer in de week trainen 1,5 uur. En dan wordt het 2 keer 1,5 uur. En dan 3 keer. En dan wordt het 2 uur en 2,5 uur. En als je dat in jaren opbouwt, dan kun je dat op een gegeven moment kun je dat echt wel aan. Dus ik ben daar heel erg aan gewend nu. Nou, dan ben je echt ontdekt, hè? Want anders kom je ook niet op Papendal daar. En dan ga je naar het Nederlands jeugdteam. Ik had selecties gedaan voor Jeugd Oranje, dat is onder 19. En daar was ik voor geselecteerd. En dan 1 jaar deed ik mee 1 keer op dinsdag, een volledige dag trainen. En toen dit jaar ben ik ook gevraagd voor het talentteam. En die spelen Eredivisie in Nederland en wij trainen gewoon fulltime op Papendal, zeg maar. Van het jeugdteam naar het grote team, naar Barcelona. Weet ik het waar je allemaal al geweest bent? Vertel eens, hoe gaat dat dan bij die grote jongens allemaal? Want dan ben jij een van de jongsten, neem ik aan. In het talentteam ben ik wel een van de jongsten, ja. Ja, ben ik eigenlijk altijd al geweest. Bij Jeugd Oranje werd ik de jongste en dan op een gegeven moment gaan de ouderen weg. En ik ging ook een klasse hoger, zeg maar, dus talentteam. En daar was ik weer de jongste. Maar het plan is om over 2 jaar, dan gaan de ouderen weg. Die gaan weer ergens anders Eredivisie spelen of naar het buitenland. Dan hoor ik de oudste te zijn of aanvoerder te worden misschien wel. Dus het is eigenlijk 1 grote doorstroming om talenten te ontwikkelen. Moet je daar nog iets veel extra voor gaan doen? Ik moet 2 jaar 100% alles geven, want anders zul je niet de top bereiken. Het doel is, ik heb een contract getekend voor 3 jaar. En het doel is wel om in die 3 jaar mij zo te ontwikkelen dat ik daarna het liefst nog in het buitenland Eredivisie kan spelen. Dus het eerste 2 jaar is om voor de Nederlandse Eredivisie klaar te stomen. En dan daarna het buitenland. Zo, dat is een hele stap. En daar zegt die jongen van 16 jaar, vader en moeder, heel de familie in de steek laten? Ja, ik zie alleen vader en moeder op zondag. En mijn zus 1 keer in de 2 weken op zondag. En ja, ik heb al verhalen gehoord van teamgenoten die gewoon 2 maanden niet thuis zijn geweest. En dat, ja, is dan ook heel normaal. Hoort dat bij een topsporter, zo'n mentaliteit dat je heel zelfstandig bent? Ja. Maar ja, als teamsporter heb ik het dan nog wel redelijk makkelijk. Want ja, wij zitten nog allemaal bij elkaar in het team, wij eten samen. Maar ik stel me voor dat als zelfstandige sporter, als sprinter bijvoorbeeld, dat je dan toch wel redelijk eenzaam bent. Maar voor mij valt het wel mee. Valt wel mee, leg eens uit. Ja, ik vind het allemaal niet zo erg. Ik heb ook niet Wat zo doe je dan in je vrije tijd? Huiswerk maken, want ja, daar heb je niet zo heel veel tijd voor in de dag. En films kijken of zo. Gewoon iets leuks doen. Ja. Ja. Nou is je laatste grote toernooi, als ik me niet vergis, Barcelona geweest. Nee. Wat was dat? Valladolid in Spanje. Dat was het 8 landen toernooi. Oké, okay. Kun je daar iets over vertellen, wat jouw rol daar was en wat je gedaan hebt? Mijn rol was eigenlijk de bank ondersteunen, denk ik. Maar op het einde ging het wat minder. Dus toen hebben ze toch besloten om mij 2 wedstrijden in de basis te zetten. En dat ging toch best wel goed. Mijn rol in het veld is paasloper. Dus ik kwam er eigenlijk in om de paas te ondersteunen.
En ik ben een pasende paasloper. En dan heb je nog Michiel, die is de aanvallende paasloper. Dus ik kwam erin voor de paas en hij moest alles afmaken. Ik had gelezen iets over paasloper en nou hoor ik het vier keer door jou vertellen. Maar kun je me toch eens eigenlijk uitleggen voor onze kijkers wat je dan precies doet? De tegenstander serveert bijvoorbeeld. En ik als paaser probeer de bal onderhands te spelen naar de spelverdeler. En dan als hoofdaanvaller roep ik dan om de bal. En dan hopelijk dan zet de spelverdeler hem naar mij, zodat ik hem kan aanvallen. Dan ga jij springen, of hoe gaat dat, de smash, of hoe heet dat bij jullie? Dan springt de bal en probeer ik hem langs het blok te smashen om dan de bal op de grond te krijgen, punten scoren. Oké. En wie is die paaser dan? Dat is vaak de hoofdaanvaller in het veld. Ja. De hoofdpaser is de libero, maar de tweede paaser is dan de paasloper. Welke kwaliteiten moet je lichaam hebben om deze sport te kunnen beoefenen dan? Ja, het zijn natuurlijk drie verschillende onderdelen. Maar ik denk dat het zowel fysiek, maar ook mentaal wel een stukje is op de lange afstand. Fysiek moet je natuurlijk, door het trainen word je steeds sterker. Dus je moet naast, je hebt niet heel veel spiermassa nodig, maar je bent conditioneel moet je wel heel sterk zijn. En mentaal is, een wedstrijd duurt rond de 10, 12 uur. Dus als er dan iets tegen zit, dan moet het in het hoofdje ook wel goed zitten om toch nog door te gaan. Dus het zijn verschillende onderdelen die je over moet beschikken. En dat is 10, 12 uur zonder pauze, want je moet gewoon doorgaan, heb ik begrepen. Ja, je mag natuurlijk pauze nemen, maar dat doet eigenlijk niemand. Dus als het echt niet meer gaat, dan kan je een stukje wandelen of noem maar op. Maar de pauze die je neemt, zijn eigenlijk de wissels die je tussendoor doet. Je gaat van het zwemmen ga je naar het fietsen. Dus je trekt je wetsuit uit en op dat moment heb je dus even een minuutje rust om even je spullen te pakken. Maar daarna ga je zo snel mogelijk de fiets op. Dus meestal zit je op 3 minuten wisseltijd. En dat is bij het fietsen naar het lopen weer hetzelfde. Even andere schoenen aan en je helm afzetten. En dat zijn eigenlijk de rustpunten die je hebt in een wedstrijd. En daarnaast heb je wel natuurlijk het fietsen is het langste gedeelte. Daar ga je niet 100%, dus je probeert een beetje te sparen voor de marathon. Dus bij het fietsen is het gewoon heel goed eten en heel goed drinken. En zorgen dat je niet te hoog qua hartslag zit en te hoog qua intensiteit. Zodat je de marathon nog redelijk fit kan starten na een uur of 6. En dan de hele marathon? En dan de hele marathon, ja. Maar hoe lukt je dat? Om even gas terug te nemen, dan weer volop gas te geven. Hoe lukt je dat? Ja, het is toch een beetje indelen van je wedstrijd. Dus ik ben voor mezelf, fietsen is mijn beste onderdeel. Dus daar kan ik ook redelijk wat tijd op pakken. Maar daar is het een stukje doseren en zorgen dat je die 180 kilometer lang gewoon goed voor jezelf zorgt. Dus veel eten, veel drinken. Tenminste in ieder geval genoeg eten, dus iedere 20 minuten. En daardoor heb je weer genoeg voeding binnen en energie om aan, als het goed is, aan de marathon te kunnen starten. Ja, en tijdens de marathon is sowieso altijd al belangrijk dat je goed eet en drinkt. Ja, en dat eigenlijk gewoon blijven doen. En de rest is gewoon trainen. Gewoon zorgen dat je vaak lange afstanden hebt gedaan en dat het conditioneel gewoon goed is. Je zegt fietsen is mijn beste onderdeel. Ja. Is dat ook je liefste onderdeel? Ja, dat vind ik ook wel het leukste om te doen. Ja. Ik ben nadat ik ben gestopt met voetbal gaan fietsen. En daar heb ik nu een jaar of 5 geleden opgepakt, 6. En dat vind ik ook het leukste onderdeel om te doen. Dus als ik nu zo net als nu buiten het seizoen zit, dan ben ik meer aan het fietsen dan dat ik aan het lopen ben of in het zwembad lig. Ja. Nou zeg je net, bij fietsen, dan kan ik weer op adem komen. En dat is je liefste onderdeel en je beste onderdeel. Ja, dat klopt ja. Ja, het gaat, voor mij gaat het makkelijkste om een bepaald tempo te rijden. En dat kost me relatief een stuk minder energie zeg maar dan het lopen of het zwemmen. Dus Het leukste om te doen en daardoor kost het misschien ook al minder energie. Zijn er in deze sporten bepaalde spieren en zo die je extra moet trainen? En hoe doe je dat dan? Ja, je hebt natuurlijk, je maakt heel veel gebruik van je benen, zowel het fietsen als lopen. Met zwemmen eigenlijk heel weinig. Je ziet op de wedstrijdzwemmers zien natuurlijk heel actief met hun benen werken. En in de triathlonsport proberen mensen die zoveel mogelijk de benen even rust te geven, omdat die daarna nog 10 uur aan de slag mogen. En daarnaast is eigenlijk je core, je buik en je rug is belangrijk. Zowel met lopen als met fietsen.
En toch een stukje bovenlichaam, ja, door voor het zwemmen. Gaat het je nooit tegenstaan, al dat trainen en geen vrije tijd bijna? Ja, dat vragen heel veel mensen. Als ik dan zo'n wedstrijd naar zo'n wedstrijd toeleef, van, ben je dan niet blij als je die wedstrijd hebt gedaan en dat even niet meer moet? Dan neem ik mezelf ook vaak voor om rust te nemen, maar dan merk ik al heel snel weer dat ik weer iets wil gaan doen. Dat het lichaam er misschien om vraagt of dat het een stukje verslaving is. Maar ik heb ook de afgelopen jaren eigenlijk ook nooit met tegenzin ben ik gaan trainen. Ik ben nooit iets gaan doen omdat het moet. Dan heeft het ook geen zin. Dan kan je ook niet alles uit je training halen. Dus ik heb eigenlijk nooit iets met tegenzin gedaan. Ik heb altijd gewoon via een bepaald schemaatje gewerkt. En als die training op programma stond, dan was ik ook blij dat ik weer naar het zwembad mocht gaan lopen of mocht gaan fietsen. Dus eigenlijk altijd met zin. Het is natuurlijk in Nederland wel, het weer werkt niet altijd mee. Maar ja, daar zijn ook weer... andere mogelijkheden dan een keer binnen op een loopband lopen of op een spinningfiets zitten. Dus ik heb eigenlijk altijd wel met veel zin, ik denk dat het ook wel het belangrijkste is, anders kan je het ook niet doen, heb ik alles gedaan. Familie, vrienden, vriendinnen, die houden feestjes, die nodigen jou uit, vinden jou een leuke vent. En dan? Ja, het is af en toe inderdaad keuzes maken. Het is vanaf april dan begint eigenlijk het seizoen. En dan moet je wel keuzes maken. Als ik dan wedstrijden heb, dan zal de weken ervoor leef ik een beetje als een monnik. Veel slapen, goed rusten. En ja, daar houden hun ook wel rekening mee. En nu is het seizoen afgelopen, dus nu is het ook wel weer meer tijd om wat meer andere dingen te doen. Een keer met vrienden, een keer op stap te gaan en een keer... Dat kan wel. Dat kan wel, ja. Ja, het is nu ook wel de tijd ervoor. Het is nu de laatste wedstrijd heb ik 2 weken geleden gedaan. En nu is het ook wel goed om even gewoon wat meer te genieten. En gewoon alles een beetje los te laten. En dan daar ook weer goed te beginnen aan het volgend jaar. En dat genieten is ook uitgaan en dit soort dingen? Ja, dat uitgaan is er ook wel een beetje vanaf. Maar ook wel af en toe een keer doen. Ja, gewoon met vrienden afspreken en een keer een avondje iets gaan drinken en iets leuks gaan doen. Ja. En dat is, rond het seizoen is dat een stuk minder. Ja. Dus dan probeer je daar wel rekening mee te houden. Maar nu de stap maken van genieten een tijdje, weer naar die harde training. Ja, maar daar heb ik ook wel. Ik ben nu 2 weken aan het genieten. Maar ik heb nu ook wel weer zin om echt aan de slag te gaan. Hoor. Dus dadelijk, als het dan november is, dan is het weer lekker gewoon het schema volgen en op naar het volgend jaar. 2 weken geleden heb je aan een wedstrijd meegedaan, een Iron dan, hè? Ja, dus wel dezelfde afstanden als een Ironman. Het is een challenge-wedstrijd. Die hebben ook wereldwijd weer een aantal wedstrijden. Maar wel dezelfde afstanden. Dus de lange afstand, 3,8 kilometer zwemmen, 180 fietsen en 42,2 lopen. Wat is het verschil dan tussen Iron? Het is een andere merknaam. Je hebt Ironman, dus eigenlijk een organisatie die wedstrijden organiseert. En dit was een challenge-wedstrijd, die organiseren ook wedstrijden. Dus een ander bedrijf zit erachter. Ja, de laatste wedstrijd was in Almere. Dat was het Nederlands kampioenschap. Dat vindt ieder jaar daar plaats. Ik had me heel laat ingeschreven, een week van tevoren pas. Want ik heb heel lang getwijfeld of ik het wel of niet moest doen. Omdat het redelijk snel op na Maastricht kwam. Toen ging het eigenlijk wel een stuk beter. In Maastricht had ik een hele slechte dag. Was een hele zware wedstrijd. En in Almere ging het eigenlijk allemaal vanzelf. Toen ging het eigenlijk weer zoals het zou moeten gaan. Dus dan heb je er ook wel een beter gevoel over. Ja, want ik had dat gelezen van Maastricht, dat jij al eerder in de krant gezegd hebt dat het daar minder ging. Maar hoe komt dat dan? Is dat de weersomstandigheden? Heb jij bepaald weer nodig of hoe zit dat? Nee, ja, normaal niet. Ik was voor Maastricht voor mijn gevoel heel sterk. Dus ik ging ook wel redelijk met een heel goed gevoel naar die wedstrijd toe. Gezien het hele jaar had ik bij al mijn wedstrijden was ik wel een stuk sneller dan het jaar ervoor. Het was warm, 28, 29 graden geloof ik die dag, bijna 30. Maar daar kan ik redelijk goed tegen. Ik had 2 weken antibiotica gehad voor de wedstrijd. Volgens mij was mijn lichaam toch nog niet helemaal hersteld. En dan kwam ik na 4, 5 uur kwam ik erachter. Toen was het leeg aan het raken, terwijl ik normaal dan gewoon door kan blijven gaan, was het nu moest het tempo naar beneden. En toen ik begon aan de marathon, toen was het eigenlijk al een heel eind leeg. Ja. Dus toen... Dan kon ik mijn langzaamste loopschema kon ik al niet meer lopen, de eerste 3 kilometer. Dus toen wist ik dat het heel zwaar ging worden.
En in Almere ging het eigenlijk vanzelf. Toen kon ik gewoon weer eigenlijk mijn tempo's blijven zwemmen, fietsen en lopen. En het kostte heel weinig energie. Dan denk je, achteraf had ik misschien wel iets meer kunnen doen, maar daar was ik wel gewoon heel tevreden over. Financieel. Want je zit op Papendal. Ja. Krijg je daar geld voor dat je nu traint? Hoe gaat dat? Ik word wel financieel ondersteund door de bond, de Nivobo. Bijvoorbeeld geld voor om daar te leven. Voor de kamer en het eten. Maar we moeten ook een gedeelte zelf betalen. Bijvoorbeeld als ik over het bedrag heen ga. We hebben nu zo'n 10 euro per dag om aan eten te besteden. En ik heb altijd zo'n honger. Ik ga er ruim overheen altijd. Dat moeten we wel zelf betalen. Ik krijg ook niet betaald. Maar wordt wel een groot gedeelte wordt gefinancierd. Dus papa moet bijspringen? Ja, inderdaad. Maar hoe zit het met de toekomst bij volleybal qua betalen? In Nederland heb je de twee grootste club, Lycurgus en Landsteden. Daar krijg je wel een goed salaris. Maar om echt voor het grotere geld te gaan, vergeleken met voetbalsalarissen, dan is het nog wat minder. Maar dan moet je echt naar Italië of Rusland of Brazilië bijvoorbeeld. Dus dan moet je echt heel goed zijn om veel geld te verdienen met volleybal. Maar dat was je ook van plan om naar het buitenland te gaan. Ja, dus veel geld te verdienen. Ja, ik ben zeker dat van plan. Dat is ook het doel. Ja. Ja, kun je je doel nog eens goed omschrijven? Welke stappen je nu wil gaan maken? Want je bent nu 16. Ja. En ik weet niet meer welke leeftijd overigens dat de top bereikt wordt bij volleybal. De top ligt denk ik rond de 26 jaar oud. Dus dan heb ik eigenlijk nog 10 jaar om mezelf te perfectioneren. Ja. En dan heb ik nog 10 jaar om dat vol te houden. En dan hopelijk genoeg geld verdiend om, om de rest van mijn leven een beetje... ik denk dat ik dan coach ga worden of zo. Volleybalcoach. Maar dat ik dan niet zo hard hoef te werken. Ja, maar je hebt heel wat plannen, hè? Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar welke eerste stappen ga je nu maken? Komend jaar probeer ik een basisplek te veroveren in de talentteam, in de Eredivisie. Het jaar daarna probeer ik een hele goede speler te worden in de Eredivisie. En het jaar daarna probeer ik internationale attentie te trekken, zeg maar. Oké. Je gaat binnenkort nog verhuizen naar Arnhem, heb ik gelezen, of was dat een verkeerd bericht? Ik ben er al verhuisd. Ik zit daar nou op kamers, dus ja. Ik ben nou officieel woon ik in Arnhem eigenlijk. Oké. Goed, misschien als laatste, zou jij eens kunnen vertellen aan onze kijkers wat nou het leuke aan volleybal is en waarom de mensen zouden moeten gaan volleyballen? Volleybal is de ultieme teamsport en het is gewoon fantastisch om die bal zo hard mogelijk de grond in te slaan. Het voelt zo goed. Dus dat is gewoon het beste aan volleybal. Aanvallen, vind ik. Maar mis je dan geen fysiek contact? Want er zit altijd een groot net tussen. Nou, sommige mensen hebben dat misschien, maar nee, ik heb dat niet. Jij hebt fysiek contact met de bal en met de vloer waar je overheen rolt en springt. Dus ik mis dat niet. Wat is jouw lievelingsvak op school? Behalve sporten natuurlijk, hè? Nou, op school heb ik geen sporten. Ook geen gym. Dat wordt allemaal, dat is alles veel te veel. Mijn lievelingsvak is muziek. Ik speel graag piano en ook een beetje gitaar. En omdat ik op Papendal weinig tijd heb, tussen de trainen door en tussen school door, om dan te spelen, heb ik geprobeerd om muziek op school te krijgen, zodat ik het daar kan doen. En dat is gelukt. Dus dat is mijn favoriete vak. Maar waarom dan niet in de vrije tijd ook? Nou, na het trainen, dan ben je mentaal en fysiek uitgeput. Dan heb je niet zin om dan nog soort van mentaal te trainen door op de piano te spelen of gitaar te spelen. Dus ik ga dan vaak gewoon een film kijken of zo, of op bed liggen. Dan gaan we eens even over die film. Want filmen, heb ik gehoord, is ook iets met jouw hobby. Ja. Ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in films en dan helemaal de behind the scenes bijvoorbeeld. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe dat eraan toe gaat. Green screens, camera's, vind ik heel interessant, ja.
Heb je er ooit iets aan gedaan dan? Of ben je ooit ergens wezen kijken? Ik heb in mei heb ik een snuffelstage gelopen. Bij een audiovisueel bedrijf die reclamespotjes en bedrijfsfilms maakt. Dat was heel erg leuk en leerzaam. En in groep 8 en groep 7 heb ik ook trailers gemaakt voor kinderen. Voor mijn verjaardagen. En dan liep ik dan de hele dag liep ik met mijn camera achter die kinderen aan wat ze deden. En dan maakte ik daar, het einde van de dag, maakte ik daar een filmtrailer van. Met muziek eronder en zo. En liet ik dan op hun verjaardag zien. Hebben we nu jouw toekomstige beroep na je 36 te pakken? Dat hoop ik wel, ja. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik ga mijn studie ga ik er ook iets mee doen met film. Want ik neem aan na de HAVO dat je dus een nieuwe studierichting moet kiezen. Ja. En wat wordt dat dan? Dat wordt communication en multimedia design. Dus dat is design voor games, maar ook films maken en reclames maken, maar ook muziek maken. Dus dat is eigenlijk alles wat ik leuk vind in één studie. Dan moet je toch wel echt gelukkig worden. Dat weet ik al zeker. Wij zijn er heel trots op dat wij een bokselaar hebben die zover al in volleybal is. En wij wensen jou heel, heel veel succes in de toekomst. En wellicht dat we straks een keer van jou een kaartje krijgen uit... Italië. Brazilië? Brazilië, Rusland. Wellicht, ik hoop het. Oké, dankjewel. Nou heb ik gelezen in een artikel dat jij ook publiek nodig hebt. Support nodig hebt, want dat het jou extra motiveert. Hoe zit dat? Ja, dat is altijd wel leuk natuurlijk. Ik heb vorig jaar voor de eerste keer, ik heb de kleine wedstrijd altijd zonder publiek gedaan. Gewoon zonder mensen, daar ben ik alleen heen gegaan. En vorig jaar in Zürich was er familie mee geweest en een aantal vrienden waren langskomen. En dat is dan eigenlijk wel heel leuk. Je leeft dan op de fiets iedere keer naar een bepaald punt toe en dan weet je dat die mensen staan. En ook al zie je ze dan met 10, 15 seconden, dat geeft dan wel echt een stukje energie dat ze daar voor jou staan. Maar dan is het wel weer leuk als je die tegenkomt. En ook met lopen, dat is eigenlijk toch wel het zwaarste onderdeel als laatste. Dan is het wel leuk als die je toch even kunnen oppeppen, want dan weet je van nou daar staan ze, daar moet ik gewoon weer even mezelf laten zien. Is het niet echt, maar gewoon weer, daar krijg je dan toch een bepaalde energie van dat je toch weer even door kan gaan. En dat was dit jaar in Maastricht ook, natuurlijk wat dichter bij huis. Dus er was een hele grote groep was gekomen. Dus daar keek ik wel iedere keer naar uit. Iedere loopronde dat ik hun weer zou zien en met fietsen. Dus. Hoe lang kun je hiermee doorgaan? Want dit vergt toch wel wat van je lichaam. Ja, je ziet dat mensen wel vaak op latere leeftijd pas langere afstanden gaan doen. Dat je toch een bepaalde, ze noemen het een bepaalde hardheid nodig hebt. Dus een aantal jaren training. Dus het is wel een sport die je heel lang kan doen. Als je gaat kijken naar het aantal inschrijvingen op een Ironman is zo tussen de 30 en de 34. Is de één na grootste groep en 35, 40, 40, 45 zijn eigenlijk de grootste groepen die meedoen. Mensen die al lang aan een bepaalde sport, aan duurtraining doen, die blijven dit ook wel lang doen. Het is geen sport waar je heel explosief of heel snel moet zijn. Dat wordt op een gegeven moment natuurlijk minder. Maar het is wel iets, een sport wat je lange wedstrijden. Dus je duurvermogen heb je nodig en heb je op die leeftijd vaak beter ontwikkeld dan als je 25 bent. Nou, doe jij het heel individueel. Het is geen groepsport. Nee. Heb je dan toch contacten met anderen of leer je van anderen? Of hoe doen jullie dat onder elkaar dan? Of is het puur concurrentie? Nee, het is zeker geen concurrentie. Kijk, de wedstrijden die ik doe, ik echt voor mezelf. Ik heb ook niet de illusie om bij een Ironman bij de eerste 10 te komen. Dan is het meer concurrentie natuurlijk. Maar je doet heel veel zelf. En ik fiets bij twee clubjes mee. Dus dan op woensdagavond bijvoorbeeld en op zondag dan fiets ik in groepen met andere jongens. Of ik spreek met andere jongens af om te gaan trainen. Lopen doe ik wel vaak zelf. Eigenlijk alleen maar. Omdat het heel moeilijk is om je looptempo aan te passen aan iemand anders. Ja, en tussendoor leer je veel mensen kennen met wedstrijden. Dus afgelopen jaar ook een aantal keer met jongens getraind. Een jongen in Zwitserland die ik heb leren kennen. En een jongen die ik in Limburg had leren kennen met wedstrijden. Ja, die hier in de regio wonen om dan toch samen af en toe te gaan fietsen. Of een combinatietraining te doen. Eerst zwemmen en dan lopen of fietsen en lopen. Dus toch wel af en toe met andere mensen erbij. Zijn er eigenlijk verenigingen voor triathlon? Ja, zeker. Ja. Je hebt hier in de buurt, in Rosmalen heb je een vereniging.
En ik sprak daar laatst iemand, het is echt, ja, het is een hele groeiende sport. Dus die zeggen ook van, nou, er komen steeds meer leden bij. In Waalwijk, en volgens mij in Eindhoven heb je een vereniging. Ja, het is voor mij heel moeilijk om daar lid te worden. Ik ga in Waalwijk, ga ik bij de vereniging ga ik wel zwemmen om mijn techniek te verbeteren. Maar ja, het is allemaal zo op tijden ja, dat het net niet uitkomt of 's avonds laat. Dus dat ik liever zeg maar, aan het einde van de middag zelf even ga. En dat ik kan, ja, kan gaan en staan wanneer ik, waar ik wil. Toch een individualist? Ja, toch wel een beetje. Het is natuurlijk wel een individuele sport. Maar het heeft wel meer met tijden te maken hoor. Zou er een vereniging in Boksel zijn met veel leden, dan zou ik er eerder aansluiten. Kijk, nu is het toch iedere keer, je moet of naar Waalwijk toe met de auto en weer terug. Dus het kost ook wel heel wat meer tijd. Ja. Dus, en het kost al veel tijd dus. Dus dan is het wel fijn om te doen, te trainen wanneer het jou uitkomt. Blijf je nog aan de gang met de hele marathon, de hele triathlon? Of heb je toch ideeën om nog wat minder te gaan doen? Ja, ik heb nou de afgelopen jaren een aantal hele gedaan. Ik merk wel toch dat het heel veel tijd en energie kost. En ik heb wel afgesproken, zeg maar ook, ja, gewoon thuis om komende jaren gewoon eerst al meer halve afstanden te doen. Dat scheelt gewoon heel veel tijd. Ja, en het is ook gewoon een leuke afstand waar ik, ja, waar gewoon wat sneller kan worden. Dus en dan kunnen we altijd nog, zeg maar, weer terug naar de hele. Als ik daar weer zin in heb. Dus. Sinds 2000 is het zelfs een Olympische sport geworden. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is weer een net iets andere afstand. Olympische afstand. Ja, er zijn natuurlijk veel triatleten in Nederland. Tenminste, een aantal toppers die zijn zich echt aan het voorbereiden op Rio. En die doen alleen die kortere sprintafstand wereldwijd. Daar zien we jou niet. Nee, daar zie je mij niet. Nee, nee, daar kom ik heel veel snelheid tekort. Dus laat mij maar lekker de iets langere afstanden doen en op mijn eigen tempo. En wat is jouw scherpste tijd dan op dit moment van alle drie de afstanden volledig? Ja, rond de 10:03. Dat is een hele scherpe tijd. Nee, daar kan nog wel heel veel vanaf hoor. Het is wel de bedoeling dat ik wil ooit wel zeg maar meer richting de 10:00 gaan. Dus dan moet ik echt nog een goede marathon gaan lopen na de andere twee onderdelen. Ik ga spieken nu. Maar het wereldrecord zit op 7:41:33. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik denk, in ieder geval in die buurt, daar kom ik nooit. Je ziet die profs heel vaak tussen de 8 en de 8,5 uur zitten. En ja, dit is natuurlijk wel ongelooflijk als je zo snel bent. Maar dat is niet haalbaar voor mij. Om daar alleen maar al in de buurt te komen. Nee, nee. Dus daar moet je toch iets meer aanleg voor hebben en al iets langer bezig zijn. Oké. Misschien tenslotte... zou je andere mensen kunnen stimuleren om dit soort sport te gaan doen? Zo'n zware sport. Kun je dat in een paar woorden tegen onze kijkers zeggen? Ja, het is natuurlijk een hele leuke sport. Als je van jezelf uitdagen houdt, dan is het natuurlijk het ultieme wat je kan doen. Je hoeft natuurlijk niet te starten met meteen een hele afstand. Je ziet veel mensen die beginnen met een start to try. Starten met triathlon, met een 8e triathlon. Dus die gaan daar bij een vereniging naartoe toewerken. Ja, dan heb je 500 meter zwemmen, 20 fietsen en 5 lopen. Dus dat is een hele mooie afstand om mee te beginnen. En bevalt het, ja, dan kan je natuurlijk altijd voor jezelf de lat weer een beetje hoger leggen om een kwart te gaan doen. En misschien nog een halve en wie weet ooit nog een hele. Dus. Hoe breng je dit nou allemaal over op jouw leerlingen? In Tilburg geloof ik, hè? In Tilburg, ja. Ja, die vragen er wel vaak om hoe een wedstrijd is gegaan, maar die kunnen zich niet... vaak niet inbeelden wat een bepaalde afstand is. Dus als wij dan bezig zijn met een onderdeel als een Cooper-test, en dan probeer je het vanuit daar wel zeg maar een beetje visueel te maken van, nou, jullie hebben nou 12 minuten hardlopen gedaan, dat doe ik dan 3,5 uur. En daarvoor ben je nog 6 uur aan het fietsen, of 5 uur. En als wij dan een keer een wat langer loopje gaan doen, en ze moeten een keer 4 kilometer lopen, dan zitten ze er helemaal doorheen, dan zeg ik van, nou, die afstand die moet ik altijd zwemmen. En dan krijgen ze een beetje een beeld van ja, wat die afstanden zijn. Of als je zegt van ja, je moet van hier naar Amsterdam fietsen en weer terug. En dan denken ze ook van ja, die is niet goed in zijn hoofd. Maar dat vinden ze wel heel leuk. Leuk om te zien. Ja. Dan ben je dadelijk wel ouder. 50 jaar. Dan ben je nog aan het fietsen. Ja, dan ben ik zeker nog aan het fietsen. Ja. Het zijn natuurlijk wel het zwemmen en het fietsen zijn onderdelen die je gewoon heel lang kan doen.
Het lopen is iets meer blessuregevoelig, maar als je dat gewoon op je tempo aanpast, en gewoon, dan kan je, is het natuurlijk ook een sport die je heel lang kan blijven doen. En ik denk dat triathlon ook gewoon een sport is die je kan blijven doen. Dus ik ken in ieder geval genoeg 50-plussers die nog aan heel veel wedstrijden meedoen. Dus, en ook nog sommigen nog beter doen dan ik. Dus. Oh, de laatste, dat is wel heel sterk. Ja, dat is af en toe pijnlijk om te zien. Maar het heeft toch ook wel met de jaren te maken. Je merkt wel dat je gewoon toch nog ieder jaar beter wordt. En ik denk op latere leeftijd dat je gewoon nog goed mee kan. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. En heel veel succes in je verdere sportcarrière. Ja, dankjewel.